Hoofdstuk 3. De omgekeerde wijze uil. De omgekeerde wijze uil heerste over het bos en hing altijd op zijn kop aan een tak van zijn grote boom. Zijn paleis was voorzien van alle luxe en weelde die je maar kon bedenken. De visie van de omgekeerde wijze uil was dat al zijn volgelingen in achterdocht, zelfhaat, jaloezie, afgunst, kilte en met destructieve daden leefden en hem daar vorstelijk voor betaalden of offers brachten. Alleen beseften zijn onderdanen dat niet. Hij vertelde zijn leerlingen over de kracht van alle vormen van verdovende middelen om het verleden te vergeten. Hij leerde zijn onderdanen gebruik te maken van verslavende middelen, die hij voorschreef als zijnde geneesmiddelen. Stofjes die je gevoel uitschakelden. Hij leerde ze de kunst van het alcoholgebruik, zodat ze de ellende konden vergeten. Hij leerde de onderdanen over de kruiden van het bos en de magie van de bomen, zodat ze in andere werelden konden komen. Hij leerde hoe men de wezens van ziekte kon aanroepen en nog vele andere methoden, zoals te veel eten, vasten, pillen slikken, paddenstoelen eten, cocaïne snuiven, gokken, gamen, etc. Want hierdoor werd je lichaam verdoofd. Deze verdovende middelen konden leiden naar de dood. En volgens de uil zou de dood betekenen dat je verlost zou zijn van al het lijden in het leven. De dood betekende vrijheid als geest en geluk. Door de lessen van de uil leerde Rimti zichzelf verdoven van alle pijn die ze voelde. Er was voldoende aandacht onder de medebewoners in het bos en de lessen van de uil waren heel interessant en waardevol in haar ogen. Alleen, waar was de liefde? Rimti had verwacht dat ze zich op een gegeven moment veilig zou gaan voelen en naast de aandacht ook liefde zou krijgen. Dat ze zou leren hoe ze liefde in zichzelf terug zou kunnen vinden. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Het werd steeds killer. In en om haar heen. Ze voelde kou en werd angstig in zichzelf. Maar ook voor zichzelf. Ze had zichzelf niet meer in de hand. Haar beginnende angsten maakten plaats voor doodsangsten en paniekaanvallen. Ze kon niet meer voor zichzelf opkomen en ging mee in de stroom van verdovende middelen die de omgekeerde wijze uil haar aanreikte. De verleidingen waren te sterk. Ze raakte buiten zichzelf en voelde een leegte die donker en kleurloos werd. Haar lichaam werd zwak. Haar gevoelens verdwenen. Er was geen pijn, geen verdriet, geen vreugde, geen verlangen. Niets. Ze kwam in een roes. Haar mening, haar gedachten en haar persoonlijkheid werden uitgeschakeld. Bij de andere holleboombewoners gebeurde hetzelfde. De omgekeerde wijze uil genoot ervan om zijn onderdanen te zien vergaan. Hij voelde zich de alleenheerser van het bos en had de macht over al zijn onderdanen. Hij leefde in luxe en weelde en vond zichzelf de wijste uil die ooit bestaan had. Hij had de meeste wijsheid van iedereen in het bos. Eenmaal per week kwam dokter Wilbert van het nabijgelegen dorp Van den Boom langs om de mensen en dieren in de gaten te houden. De dokter was een combinatie tussen een mens en een egel. Hij had stekels op zijn rug die door zijn witte jas heen staken en een grote neus met een rond brilletje. Het was een serieus, kundig, wijs man. Deze dokter kwam ook geregeld bij Rimti langs en vertelde haar dan hoe haar ouders en vriendinnen haar misten. Maar dat deed Rimti niet veel. De dokter
zag met de week dat Rinti vermagerde door al haar experimenten. Op de dag dat Rinti zo na zat te denken in haar olle boom, deed de dokter weer zijn ronde en besloot om tegen Rinti te zeggen dat ze binnen 2 weken zou sterven. Dat kon de Rinti niet schelen. Ze was, ondanks dat ze zich ellendig voelde, benieuwd naar de belofte van de uil. De dood zou haar verlossen van alle ellende.